Trek. Anders had ik eerst even wachten. Is Wreckfest een 16 plus game? Oh, staat hier ook nog op. Nee, ik schakel duik wel terug naar... ja, op farming heb ik hem nog zitten omdat wij gisteren de Hunter hebben gedaan. En Hunter, de farming scène gebruiken we ook voor de Hunt. Precies, Gavin, precies. Het, maar was het... En dan heb ik meestal zoiets van, nou, ik liever gewoon de eer aan mezelf en aan de stream. En dan gaan we lekker iets anders doen. Precies. Goed opgelost. Nou ja, soms moet je gewoon water bij de wijn doen en keuzes maken. Het is niet altijd even makkelijk, want ik had echt zoiets van... het kostte me wel moeite om vandaag weer iets met trucking te doen. Dus ik heb echt veel moeite. Dat is ook een van de redenen waarom het vanmiddag alweer even doorgestreept stond. Maar ik heb toch een beetje tegenop gekregen, maar toen begon ik een beetje bronachtjes van... Ah, ik had wel lekker, ik had wel een beetje zin in dat. En ik zag die naam staan en ik had zoiets van, dit gaat er niet meer worden. Ja, we spraken net al een beetje en dan had je iets van, we gaan weer iets anders doen. Want... Ik ga even drinken pakken. Het grootste voordeel bij deze game is wel, hier is het juist de bedoeling dat we lekker gaan crashen, dus dan is het gewoon leuk. Kijk, hier kan het. Dit is een game waar je dat lekker kan doen. Maar niet te doen. Creating server. Zo, ben er weer. Yo. Server is aangemaakt. Dank je. Yes. Oh ja, kijk of ik weet. Hey. Standaard wachtwoord toch, of niet? Ja, welkom 01 met hoofdletter W. Mijn hoofd, nu wel weer een hoofdletter. Nou, wel inderdaad een hoofd. Laat ik dit keer wel alles in klein doen. Ja, had ik dus ook. Krijg een wrong password. Hey, met hoofdletter ook. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik zo uitkijk naar dat private server straks. Dus dat je echt gewoon op ETS zelf gewoon een eigen servertje kan starten. En gewoon daar je ding kan doen. Daar kijk ik zelf eigenlijk heel naar uit. Ik heb voor de rest nog steeds niks aan mijn wagens gedaan. Dan moet ik steeds allemaal een keertje sleutelen. Dus het allemaal zoals het was. Dus, je laat je inderdaad wel wegjagen door één persoon. Maar het heeft ook echt met die... gast in de buurt geen nut om door te rijden. Nee. Kijk, de meeste die kan je wel redelijk snel van je afkrijgen, maar deze die is gewoon... Ach, die is gewoon een baby. Maar zoals ik al zei, dat is over. Ja, wij zijn nu deze. Laten we even lekker ons uitleven. Everybody ready? Oh, ja. Ik ben even aan het uitzoeken. Wat voor auto? Oh, Rocket. De Rocket. Ja, je hebt een Rocket. Oh, de Rocket. Ja. Rocket. Ja, alleen dan loop je het risico dat je zelf geband wordt. En dat wil ik ook niet aan hebben. Nope. Dat is al een keer gebeurd. Ready. Ja, toevallig wel. Woe! Het maakt niet uit welke kant je gaat, denk ik. Nee, volgens mij niet. De uitwerking was minder goed. Oh, wacht, deze was Matt van de week aan het rijden met die bussen. Ah, good choice. Oh, chips. Waar zit de handrem op de controller ook alweer? Dit is volgens mij een nieuwe kaart, maar niemand ziet wat op de stream. Bro. Hi. Ik dacht dat ik hem daar al vast staan, mijn excuus. Ja, beter jongens. Oeps. Ja, mooi.
Survivor is erop, zal ik eens niet. Goed. Dat was de handrem ook alweer. Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Spatie. Ja, ik heb geen spatie op een controller. Een rondje. Oh, mijn voetpedaal. Ja, dat is waar. Volgens mij is het volgens mij is dat een rondje volgens mij. Dus een rondje meeste... heb ik ook niet. Met mijn rechterduim. Ja, ik zit op PlayStation 4 controller dus. We missen elkaar net verdorie. Toon! Ja, deed jij er net tot op mij nog. Nu leg ik weer achteraan. Jansen! Wat is het? Hallo! Nee, precies. Hallo. Ben je daar helemaal buitenom dan? Oh crap, ik zit erop te kijken en ik ga rechtdoor. Jans had ook een foutje gemaakt ergens. Ja, ik was... Ik knalde rechtdoor. Dat is niet te bedoelen. Ik heb het idee dat ik constant alleen maar... tijd aan het verliezen ben. Ik zou bij deze... Ik denk dat we deze nog een keer doen, maar dan gooi ik er even een flink aantal AI in. Dan wordt het echt een banger race. Nou, ik ben nou al bij dat total los. Zo. Ik ben nog maar 19%. Op een of andere manier remt hij bij mij ook een holle kaart af als ik een bocht in ga. Nee, daar heb ik juist problemen mee. Ik ga het hard de bocht in. Ja, eerst dan zich ingetuigd. Niks. Ik denk dat ik de laatste ga zijn. Of überhaupt niet eens ga halen. Fire in the hole! Oh, Remco. Ja, precies. Oeh, dat had niet veel geschild of ik was dood los. Crap! Ik zit vast.
Sorry, guys. Ah. Ging niet helemaal lekker, moet ik zeggen, die bochtjes. Nee. En toch waren mijn tijden ongeveer hetzelfde van jullie. Zodat ik niet erbij kwam. Okay. Die is gewoon vet sneller geweest. Ja, en die zo'n beetje ook. Bijna 2 seconden. Kijk, ja. kijk eens naar mijn beste lap. Ja, dat bedoel ik. Dat hebben we erover. Ja, als iedereen klaar is, come back to the menu. Daar ben ik al. Ah, er zitten ook wel andere wagens nou bij, hè? Dat moeten we wel van eerlijk bij zijn. Klopt. Ik wil wel back to the menu, maar... Ah, wacht. Ja, nu wel. Ja, ja, Jans is changing cars. Jans, wat ben je van plan? Wat? Scumbaggery. Ik heb in één keer geen audio meer. Cookie. Dat is dan echt een karma situatie. Kut headset. Wat heb je een motor trouwens in jouw auto liggen, Tom? Ik hoor in één keer helemaal niks meer. Wat voor motor ik in mijn auto heb liggen? De Dieter. Nu hoor ik iedereen weer. Doe. Ik leg wel het laatste, dus ik vind het allemaal prima. Ik heb 12e. Holy crap, holy. Help! Wat? Ja, maar ik weet niet, maar het lijkt wel of jouw motor ook sneller is. Oké, 9e. 14e nog steeds. Ik zie nog steeds niemand. Nee! Scumbaggery. Waar is iedereen? Oh, hallo! Hallo! Bubble Junk, ga weg! No! Dankjewel, Tom! Video! Oh, jezus! Voor mij ben ik een wielpijp. Oh, dat klinkt het wel naar je. Ja, wat beter dan eens wat. Ja, dat is waar. Ik probeer een beetje een goede manier in te vinden, maar dat lukt toch niet helemaal. Ja, precies dat. Jansen! Oh! Je had mij en Tom. Ja. Ja, en dan vervolgens daar rand iedereen mij die eraf vlakt. Shit! Ja, ik lag 1, maar nu is ik 4. Ik heb steeds 10e. Ik leg 13e nu. Yay. Ja, precies. Ik heb de hele tijd. Helemaal niet veel. Nee, niet bepaald. Nou, oh, nee, dat nog net niet. Woe! Wil je dat niet meer doen, Tom? Ja, wie was dat?
moet hij nog een keer 5. Hey! Ik heb Tom in het vizier, min 5 seconden. En een takedown assist. Ja, ik ook. Staat een AI midden op de weg. Oh, dat is handig. Zak. We liggen een ronde achter, ga weg. Ik heb geen idee hoeveel rondes we uiteindelijk iedereen op dit moment rijdt, maar... Wow. Ik ben meer aan het zorgen dat ik niemand raak. Ik lig op nummer 7. Oh, ik... Nee, 7 al? Hoe dan? 7? Ja, inderdaad, hoe dan? Het is 7 of 10. Ik lig in één keer 8e. Ik ben de weg kwijt. 9e. 10e. Jezus. En weer 8e. 6e. God, lekker. Ik ben niet gefinished. 7e. Dus sta je 5e, zo sta je 7e. Ja, zo rij je 1e, zo rij je 10e. Met die Jansen tegen. Ik heb een brandje. Tijd voor barbecue. Aan de kant stammen. En dan sta je in één keer 4e. Kut. Volgens mij zag ik iemand de onderrecht onder mij doorschuiven. Ja. Laatste ronde hoor. 6e. Wrecked. 4e. Finished! Hoe? Vindt er een 4e op het laatste moment? Woe. Tom, is okay. Dit not finish? Remco is nu onderweg. Nee, Remco is de enige die nog rijdt. Ja, de rest is al finished. Ja. Ik rijd nu laatste. Nou, dat was wel spannend, hè? Dat je zeker, dan rij je gigantisch ver, dan rij je gigantisch ver voor. Nou, daar rijdt er nog een. Dat is allemaal AI wat rijdt. Je kunt op spectate doen, hè? Oh. Ja, daar zit je niet meer kijken. Ja. Ik was net ge... Nog een keer. Ja. Jezus. 7e. Quite amusing. Oeh, bijna level 24. In de zomer, ja precies. Je auto is een beetje kapot. Ja, maar een klein beetje. Waarom? Oh ja. Oh crap. Wat is het? Ja. Ja. Wie, jij. Wie zit achter mij dan? Ik heb gewoon 14 minuten. Kut! Zond die ging ook rechtdoor. Ton heeft gewoon een snelle auto. Die heeft een heel snelle auto, ja. Everybody gang op van Ton. Nou, dan moet ik hem eerst zien te vinden. Hij gaat nu de jump af. Auto is echt wel welke? Handelbaar.
wat met die jankerige script kan ik draaien? Ja. Die auto is net een bij. Die ene. Die is wel grappig, ja. Ik rij niet de verkeerde kant op. Fucking game. Zegt hij dat toch zelf bij jou, ja? Oh. Als jij een hebt afgesneden, wel je. Weer een laatste keer. Tony zegt helemaal niks. Hij is gewoon volledig aan het concentreren tegen de muur. Ik ben gewoon 35 seconden achterop tussen degene voor me. Ja, maar dat kan heel snel gaan, heb ik al gemerkt. Op tijd moet je hier niet echt op letten, heb ik al gemerkt. Natuurlijk wel, want dat betekent dat degene die daarvoor rijden nog veel meer tijd voor me zit. Ja, maar dat kan soms in 2 seconden kan dat helemaal weg zijn. Ja, dat bedoel ik. Holy crap, holy man, ik sta gewoon stil. Ik sta nu in één keer weer vierde. Ja, je hebt mij ingehaald, scumbag. Ik sta achtste in één keer, ik stond de eerste. Op een brief zeggen. Maar dan rijdt er ook één spul van spook. Dat maakt niet uit, je kunt beide kanten kiezen. In het midden rij je spook. Je kan ook weg rijden. Ja, oké. Okay. Ja, dan moet die janken hier, dus het bereikt het voor een hele meter. Ja, dankjewel. Derde. 12e. 7. Weer 12 seconden naar voren. Degene daarvoor zit 44 seconden ervoor. Tom, je rijdt me weg. Die rijdt er. Nu zegt hij iets. It's alive. Verder voor. Ik ga even beneden. Ik heb niet de takedown. Ik heb wat niet opschiet. Dat was nogal gezegd, dat vind ik zo dan niet. Come on! Ah, krijg de hik, man. Echt, man. Final lap. Ik zit nog in ronde 8. Vijfde.
Blijf nou godverdomme eens een keer op de baan rijden. Ik zie Remco. Die is echt onhandelbaar. Ben je dan ook aan het finish toch? Allang. Oh. 4 seconden achter jou. Oh, dat is ook niet verkeerd. Dat is Jans waar je op reed. Muur! Plus 1 lap. Hoe dan? Ik zat in de laatste ronde net. Oké. Waar we lap? Oh, ik heb gewoon de snelste... Oh, Ton heeft weer de snelste tijd. Hoe dan? Nou, Ton heeft een snellere motor. Ik heb zelfs gewoon een van de langzaamste tijden. Jeetje. Gerwin, fijne avond, joh. Slaap lekker, joh. Tot de volgende keer. Leuk natuurlijk dat je er ook weer was. Big Valley Speedway. Weer met al die IA? Nee, die moet ik er zo nog uitgooien. Ik kan er wel 2 in laten als je wil. Nee, hoeft niet. Dat kan soms ook wel interessant zijn. Alleen nou, die pakken altijd andere auto's dan wat wij doen. Is het een racebaan? Ik heb geen idee of dit is de Classic. Ik denk dat de Classic inclusief die dingetjes is. Dus daar moet je even mee oppassen. Even kijken. Inclusief die dingetjes. Je bedoelt die muren en vrachtauto's die je resetten. Ik denk het. Als het dat is, dan weet ik dat ik die Classic. Dus, Ik vind het wel prima. Oh, dat doe je goed. Klim op sowieso rotzooi wat dat betreft, maar het is nog niet zo erg als bamboe. Dat heb ik een keer in de tuin gehad. Oh, verschrikkelijk. Ja, klim op is ook lekker voor je muur. Ja. Isoleert wel weer in de winter. Ja, of wat is het? Bamboe? Oké, dit is Classic dus met dat spul, dus dat wordt nog interessant. Bamboe, zeker. Waarom zag ik altijd zo rijden terwijl ik de mijne aan het aftellen was? Yes, heavy. Bit! Serieus, ik ben even staan ook. Ja. Oeps, muurtje. Oh, zo, oké. Oh, wacht, ik zat verkeerd hier. Ik was het niet. Ton heeft zijn auto zitten tunen, daar ben ik heel zeker. Ja, dat heeft hij ook. Hij is sowieso sneller. Hij heeft niet voor niks een B-klasse, wij hebben allemaal C. Nou, dan ga ik ook zo meteen mijn auto even tunen. Nee! Oh. Krijg ik weer gereset. Ja, ik ook. Ja, ik zag dat hij was er. Wie was dat? Kleine muurtjes zijn best wel vervelend. Oh, Remco. Wie was dat?
Dat is ik. Ja. Holy crap, ik zal dat zijn gek. Yes! En dat was de muur. Hey, yes, prima Jeroen, fijne avond, slaap lekker, nog veel plezier nog. Lekker iemand als je er toch even mee hebt gereden nog, ondanks alles. Ja. Nog, tot de volgende keer. Inderdaad, Jeroen, bedankt voor meer rijden. En ja, sorry wat dat de heck, doe jij Remco? Ja, au. Dat ging niet meer goed. Nee, hier ook niet. Au, echt, ik ben schil. Kennen we? Ze pakken. Ze pakken. Mooie drift, muur. Ja. Ik schat ook niet op. Nee, ja. Ik heb Tom flink geraakt. Huh? Ik mezelf. Takedown assist. Nou, het beter iets dan iets. Woehoe! Daar komt Tom voorbij gevlogen. Tom Airways. Van Heatways. Hallo. Alsjeblieft. Ik was even wat anders aan het doen. Oh, echt? Maar ik rij. Dat stopt er niet op. Ik rij weer. Correctie, je reed weer. Ja, nog steeds. Ik zie een kapauw, ik zie een kapauw, ik zie een kapauw, ik zie een... Dat was de muur. Nou ja. Ik heb gewoon het zink dan. Ja, zak je ook hoe. Ik denk van mij. Ik kwam van binnenuit in één keer. Cadeautje terug. Nou ja. Oei, 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 oei. Ik zie in één keer een bandit voorbij vliegen. Heb jij veel pijpen op je buddy? Ik zal me uitlaten. Kun je krachtwagen? Hansen, zeer fijne avond nog, zou ik zeggen, slaap ook lekker natuurlijk. En die komt Jansen aangereden en die hebben een takedown! Toch niet? Jawel. Holy crap! Hey. What the fuck was dat? En Tony ligt er een beetje zielig bij, zou ik je even helpen? Alsjeblieft. Dank je. Ik wil even kijken waar jullie waren. Ik heb nu even hier dat ik nu een takedown zo. Gaat er leuk. I spin my gaffer round, round, round. Like I never did before. Wie wil de gaten steken, down? Nu afhalen. Ja, kom maar. Ik heb ga maar op de rem. Hoe zit je dan? Takedown en ja. Ik raak de bus.
was een squashed car. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat nu? Nee, net niet. Net mis. Ja. Ik kon net niet genoeg insturen. Gewoon in de zijkant raken om te laten tollen. Dat is niet te laat. Ja, daar is het niet wel goed in, hè? Waar is iedereen? Ja, dat vroeg ik mij ook af. Ik heb geen idee. Ach. Shit. Die was mis. Oh my god, serieus, rij je nog? Ik heb maar één punt. Scumbaggery. Holy camp, holy, maar dat spin als een gek. Take down assist. Gelijk daar dus. Haha, precies tussendoor. Sorry voor je motorkap. Dat is net nieuw. Ja, nu niet meer. Tom die zegt niks, hè. Die houdt gewoon zijn mond de hele tijd. Ik ben hier dus inmiddels. Ah, come on. Dan, nou, het raakt hem nog wel. 10.20 XP shunt. Geen idee hoe dan, maar... Ik heb toch ook al heel eventjes niet meer gezien, eerlijk gezegd. Ik zit een boom. Ik heb een pion achter op mijn auto liggen, nou, dan valt hij er wel. Serieus? Jij ook of niet? Ik denk je zus. Oh, jij ook. Dat is wel heel typisch. Oh, zo. Krap aan de kant. Oh, er stond een muur. Ja, hetzelfde. Ja, volgens mij ook Samson. Ah! Hij had niet 1 seconde later kunnen doen. Oh, 11.91, goed bezig, Rutger. Goed bezig. Ik kom een paar kunnen zo weer in. Wat? Ik zit vast. Ja, ik ook. Maar dan komen jullie met Tom! Hebben je hulp nodig? Sluis? In de sluis! Ja, die bak van hem is even klap, snel. Ah, serieus, ik stond niet eens tegen die wagen aan! Sorry. Oeh, 73 goed bezig, Oeh! Oeh! Jansen! Spinning round! Hey! Hier
raad het nooit. Ik rij weer met één punt weg. Oh my god, echt. En dan ik... en ik ben ook meteen op weg, ook. Tom, echt waar. Ik rij vervolgens. Hij ruikt mij aan en ik ineens zit in één keer 100 km per uur harder of zo. Volgens mij heeft er gewoon een heks gebruikt. Nee, heb ik niet. Au. Ja. Moet je maar niet achteruit rijden. Ik moest aan de kant van Remco. Ja, dan moet je maar niet achteruit rijden. Anders krijg ik daar ook nog een blocking op mijn rapport naar me toe gestuurd van Tom. Ik ken alles. Jongens, ja. Het is kapot. Ik heb alleen maar takedown of shits, man. Ik heb 4 takedowns op dit moment. Nee. Ik heb 2. Heel eventjes lag ik derde met die ene takedown en heel snel alweer 4. Where is everybody? Hi, Crap. Maar nu ga ik ook achter iedereen gebleven is. Oh, ik zie iemand, Wie is er in de sluis? Niemand. Oh. Ik heb hem geparkeerd. Heel goed. Mijn auto is een little bit squashed. Squash car? Iemand lemon squash. Ja, gelijk. Sluis iemand? Ja, ik ben sluisje. Mijn wiel is zweeft op dit moment. Doet die goed? Holy crap, holy man! Ik vlieg 4 keer een 1800 noodscope. 1800 noodscope? Hoe dan? Dat was je wat een 360? Nou, dit is ik toon het. Oh nou. Oh nee, dat meen je niet! Mits. Ah, dat was gewoon een gratis takedown. Yep. Waar is iedereen? Tom, dat ging dus niet goed, hè? Oh shit. Wilt er iemand een gratis takedown nu afhalen? Ja, kom hier. Ik heb zaad nodig. Waar zit je? Bij Tom. 2, 1, 0. De tweede. 1 takedown, het is zo schandalig. 6. Goed dan. Ik ga eens eventjes kijken. Ik ga heel eventjes wat. Even kijken. Zullen we die in een stadion nog doen of doen we deze zonder dat spul? Of dat andere stadion waar je op en neer omhoog kan gaan en wat dan ook. Die remstadion, ja. Ja, we kunnen ook. Kunnen ook dat achtje doen en dan met een of andere rare auto of zo.
Welke bedoel je, diegene die we in het begin hadden? Nee, dat waren twee achtjes naast elkaar of zoiets dergelijks. Oh, nee. Die lineaire, die smalle. Je hebt ook gewoon een gewone 8, toch? We hebben Vicky Aids, ja. En dan met een, weet ik veel, bus of die dubbeldekkers of zoiets dergelijks. Of die dubbeldekkers vallen wel snel om, hè? Of die andere dingen, die maïsmachines. Dosters. Ach, wat de hek. Wat een avond te pakken. Laten we eens een keer gek doen. Ik zie een harvest in één keer inspawnen. Het is wel een klasse D, dat is traag. Nou, waar haal jij nou weer een harvest? Helemaal achter in het rijtje van de auto's. Ja. De allerlaatste. Ja, nu gaat hij geladen. Lol. Dat is lekker. Ik weet niet of hij een harvester heeft. Is goed, wel. Tenminste, volgens mij had Ton dat wel gedaan. Ik heb hem ook al geselecteerd. Welk level ben je, Ton? Dat maakt niet uit. Ik heb er nog een slotje bij staan, maar ik kan hem wel kiezen. Oh. Volgens mij maakt hem een multiplayer niet uit. Dat zou kunnen, ja. Nee, ik kan hem niet kiezen. Ik zit nog steeds naar een loading screen aan te kijken. Als het goed is, had ik hem al gekozen. Ja, je hebt hem al. Ik heb de vorige keer ook meegereden, maar ik ken... Ja. Change car, helemaal naar rechts. Dubbelklikken op dat ding, klaar. Remco, ik kan hem niet kiezen. Jawel, gewoon dubbelklikken. Ik kan klikken wat ik wil. Ik heb dat ding namelijk ook nog lang niet vrij gespeeld. En toch kan ik ermee rijden. Hij heeft het. Tadaa! Everybody ready up, please. Ja, heb ik al lang. Farming high. Oh, ja, dat is. Een stuur op zullen. Ja, je ziet het. Oh crap. Oh crap. Oh, oh, oh. Dat was Ton. Ton is reset. Ik denk ik kan ook best snel rijden, 60 km per uur. Ik wou dat onze farm zo snel, misschien niet zo snel gingen. We zijn opgevoerd deze. Oh. Ja. Je moet nou niet het meisje af gaan houden, Ton. Dat kan niet. Met deze. Ik heb het zo. Ah, sandwich! Oh crap! Oh crap! Oh crap! Not again! Wie lag op de zee? Ik, hè. Oh, geweldig toch. Hier staan twee bandjes midden op het... Is toch iemand omgevallen? Schiet niet op. Maar ja, dat was ik weer. Not again!
is gewoon craziness. Dat is niet te besturen, man. Ja, hij is wel een goede concentratie. Dan moet je hem in ieder geval sturen. Remco, je staat nog twee dus. Ja, vraag niet hoe. I'm just finished. Is dat de zijkant? Remco heeft Tom gewoon gelapt gewoon. Ja, dat had hij zelf al voor gezorgd. In de eerste ronde ongeveer. Ja, ook bij Farming Simulator, ja zeker. Ik vond het wel Hij valt behoorlijk snel om inderdaad. Je moet een beetje de hengen erin krijgen, van hoe je precies stuurt, want je moet gewoon een beetje tegen. Wie zit jou te rammen dan? Remco. Oh, dat was het al. Of misschien was het mijn AI wel. Oh, craziness. Nou, we hebben nog meer in de aanbieding. Andere auto? Ja, nee. Dat bedenken ze als een ramp op dit ding. Ik weet niet of schoolbus op dit ding doen. Even drie wielen. Ja, wat wil ik maar zeggen, die drie wielen. Ach ja, wat eigenlijk. Kan je zeggen, je gaat vaak omvallen. Oeh, goed bezig Henk. 3-0-3-3-3. Nice. Let's take some superfans. Nou, kom op. Gaan we wat doen of wat? Als je auto hebt geselecteerd, moet je bovenop start drukken. Zeggen. Nee, ik heb nu geen auto. Jawel, je hebt super. Ja, duurde even. Hey! Oh, echt schoon. Zuurstof voor Jansen. Ja, dat sowieso. Ik vond het wel grappig, Remco. Jij reed weg, ik jou gewoon. Ik vond het kan dat, man. Muur. Paal. Bord aan de kant. Ja, dat bedoel ik dus. Ik zie het alleen maar met het ding. Hey, aan mijn deur, heel. Er zit er een deuk in. Ah, dat is een bijzaak. It's just a scratch. Wow. De kant. Dat hoort niet! Tom, hier hebben we 4 seconden achter me gedaan. Pro Mexicanos. Lekker! Het is de laatste ronde alweer dit. Yeah! Goed, 23 seconden. Remco is finished. Het is vooral de kunst om het goed te kunnen balanceren bij deze weer. Maar ja, het zal niet uit de bocht te vliegen. Ik heb wel de snelste tijd. Ga daar nog bonuspunten voor? Gratis Mexicano. 2 tiende sneller dan Jansen.
was gewoon de langzaamste. Toch de eerste. Ha! Dat is goed verteld. Nee, dat is wel Jan's schuld dat ik derde ben. Die lijkt me wel leuk. Lang mouwen. Ik denk dat we dan allemaal het einde niet eens gaan halen. Oh, hey. Ik was nog changing. Ik denk dat Jan's andere idee is. We krijgen een ander circuit. Ja. Ik denk zo. Gaan we die dan met de lommouwen doen? Nee. Het lijkt me heel leuk. Ik weet niet wat we krijgen nu. Als de race circuit is, dan is de lommouwen misschien niet echt interessant. Het is een bangerhuis. Ja, dan is die sowieso niet. Van een circuit. Daar ga ik geen lommouw over pakken. Ja, Ton had zijn lommouw al gepakt, dat was nog niet. Ja? Als we gaan racen, pak ik gewoon mijn rocket, dat is goed. Ik kan nog kiezen, hè? Ik kan nog kiezen. Ja, ik niet. Ik zit nog steeds tegen een loading screen aan te staren. Ik ga gewoon naar de rocket. Ja, maar je mist toch iedere bocht met die rocket fire. Het ding is veel te snel voor jou. Je kan rijden of je kan niet rijden, ja? Dat zeg je precies goed. Ja, inderdaad. Dat zeg ik dus net. Ik zeg gewoon dat ik gewoon echt met de stuur zit en pedalen. Ja, dat is... Links is remmen, rechts is gas geven. Waar is dat ding? Echt, die game heeft het moeilijk hier. Rocky. Surprise! Tom schiet aan de horizon weg. Ja, toevallig wel. Ah! Ja, daar was je iets te laat mee. Ja, ik merk het. Jansen! Uh-oh. Blijf recht. Hij gaat erop volgens mij. Oeh, rij je mazzel. Ja, inderdaad. Ik rijd recht op je af en dan heb ik een resetje een paar meter ernaast. Ja, als ik op mijn zij lig, dan kan je niks meer. Jawel, je had weer recht gestaan daarna. Met de nodige schade. ja, dat is. De winnaar is trouwens niet Tom, want die heeft een te snelle auto. Rondjes. Nu vliegt er nog wel een paar keer. Shit. Niet goed. Het vliegt er nog wel een paar keer de bocht uit. Als hij dat zou doen. Tom. Nou al 5 seconden. Shit. Je moet je brake test nog doen. Brake test was dat. Nee, is er nodig. Je had hem bijna geraakt, dus. Nee, Ton had mij bijna mij. Ja, raak elkaar gewoon beide. Even checken.
Nee! Oh, echt waar. Nou, ik ben laatste en ik blijf laatste. Nou, dat zegt niks, hoor. Nummertje 3. Ik heb weer de nodige schade, dus dat ding is weer onbestuurbaar aan het worden. Nou, ik wil sowieso ook niet meer dan de... dan derde. We liggen bijna een halve ronde voor. Nee, jij liggen net ook weer dik 10 seconden voor op mij. En ik ben zelf nog gecrashed net, moet je nagaan. Inmiddels al 34 seconden voor. Jansen die houden maar erbij. Jij loopt ook steeds verder weg nu. Blijf stabiel. Heb je idee? Nee. Die moet er langzaam 7 seconden bij. Nu ergens reed je tegenaan. Ja, maar dat is altijd bij die muren, doe ik dat altijd. Ja, diezelfde muur heb ik nu ook. Nu pak ik altijd naar mijn zijde, parkeer ik er tegenin. Tom, je bent echt vals aan het spelen tegenover de rest, nee, met je B-auto. Nee, ik ben niet vals aan het spelen. Een B-auto tegen een... en de rest heeft allemaal C. En buiten de baan, tegen de boom. Best lap ever. Nice. Ja, voor mij zeker niet. Ja, weer tegen de muur. Ja, hoppakee. Ik zag dan net bij het ding iets raken, Tonk. Echt Tom. Maar ik had je wel ingehaald, hè, met mijn B-wagen. Want ik zit echt serieus te concentreren op de bochten in deze. Ja, ook precies op een goed moment remmen. Dat is van de oorlog. Het tijd rennen, het tijd bocht. Ja, maar dat sowieso. Echt. 129. Beste rondetijd. Ook van ons allemaal. Die ga ik niet halen, kan ik je nou wel zeggen. Beste rondetijd is ergens in de 1.35 of zo. 1.31. Rob had 1.32. Ik heb hem laatst net niet kunnen verbeteren, want het scheelde niet veel. Ja, weer tegen de muur.
Ik zie een motorrem. Nou ja, ik zie alleen maar een oranje. Als je die bocht er komt hè, en je drukt dan net een klein seconde op je handrem, dan kan je net met je achterkant of zijkant precies tegen de muur aankomen. Pas gewoon ja. Ik heb de handrem niet gebruikt, ik heb gewoon rem gebruikt. Ja, zo, 35. Ik doe meestal een combinatie van de twee. Een beetje een handrem om een klein beetje te draaien dan, en dan de rest om het buiten te sturen. Probeer ik het een beetje te doen. Deze de auto die ik heb, die is echt slecht getuned voor een circuit. Ja. Hij hobbelt te veel. Oké. Met als gevolg dat iedere bocht die ik uitkom met een hobbeltje, ik gewoon tegen de muur aan kwak. Maakt niet uit wat ik doe. Anyway jongens, inderdaad. That's it for today. Ik hoop dat jullie het toch allemaal leuk vonden voor vandaag. Ondanks alles. Toch nog wel eigenlijk van kunnen vermaken uiteindelijk. Dus daar ben ik zeer blij mee. Ik hoop dat jullie het natuurlijk ook leuk vonden. Maar natuurlijk met iets, ik weet nog niet precies wat, maar even kijken. Even kijken. Iemand om te hosten, niet specifiek. Nee. We gaan het hier belaten. So thanks again guys for joining us. I will see you back tomorrow with some train simulator. And otherwise I will see you back. For now, take care and sleep well. See you next time. In ieder geval allemaal bedankt voor het kijken natuurlijk weer vandaag. En ik zie jullie graag morgen natuurlijk allemaal weer terug bij Transformator. Dus slaap lekker. Tot dan. Bye. Bye bye. Bye bye.